Ze hebben mij gevraagd om in een magazine te komen staan. Vandaag ga ik naar de radiotherapeut ter controle. Ik wilde jullie even mijn nieuwe schoenen laten zien. Ja, dat is heel asociaal eigenlijk als je erover nadenkt. Misschien een beetje intimiteit, maar dat is... Ja, ja, dat, ja, dat, dat wel. Is irritant, hè. Hallo. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve fantasties, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag is een leuke dag. Zoals velen van jullie wel hebben gezien, heb ik in de CZ-reclame gezeten. Een verzekering CZ. Ze hebben mij gevraagd om in een magazine te komen staan. Dus ze mij gaan delen op de socials, een interview gaan doen. We gaan vandaag even een fotoshoot doen. Dus dat is helemaal leuk. Eigenlijk zouden Sergio en Jesse Silver er ook bij zijn. Alleen helaas had Sergio zich vergist en moest hij alsnog werken. Dus it's gonna be me, myself and I. Maar ik heb er zin in, wordt vast leuk. Goedemorgen. Nou, het was gisteren een leuke dag. Wel intensief toch? Een hele dag, een hele middag eigenlijk interview en ook wel eventjes emotioneel stiekem. En fotoshooten in huis en in het Zuiderpark. Dus dat is super leuk. Als het goed is, in april komt er een deel uit en in juni. Maar dat ga ik jullie zeker laten weten. Het is weer ochtend. Vandaag ga ik naar... de radiotherapeut ter controle. We gaan eerst even Jesse Silver wegbrengen, honden voorhalen. En ik wilde jullie even mijn nieuwe schoenen laten zien. Ik sta wel in de regen, maar maakt niet uit. Hoe vinden jullie mijn nieuwe schoenen, jongens? I love this. Ik heb niet met jou. Ik vind ze helemaal leuk. Raad eens waar ze vandaan komen. Waar komen mijn schoenen vandaan, denk je, Poepie? Ik heb geen idee. Sarah? Wish. Oh ja? Of Ali. Een van de twee. Maar zo zei het in ieder geval. Daar zijn we weer. Dit keer is Sergio mee. Kan ze gewoon mijn verloofde ontmoeten. Ja. Ja, de 15e. Oh ja, een halve maand klinkt veel langer, klinkt veel, maar twee weken geleden. Ja, lekker. Nee, maar het gaat goed. Ik heb nergens last van. Dus je wordt eigenlijk niet bestraald. Ja, nou ja, inderdaad, dat je echt denkt van, oké, gebeurt er wel wat? Geen rondheid van de huid, geen... Nee, ja, ik heb af en toe een beetje rood gehad, hè. Heel klein beetje, echt daarna. Ja. Dat ik op een gegeven moment dacht, oké, is misschien wel goed dat dit nu de laatste is. Maar toen dacht ik ook, het wordt een beetje rood. En ik voelde ook wel dat die borst warmer was dan die andere, bijvoorbeeld. Maar ik heb, enige waar wat ik een beetje heb, is af en toe een beetje jeuk. Heerlijk, dus je hebt eigenlijk gewoon het hartstikke goed doorstaan met ja. Je huid. Ja. En dat ondanks die wasopbouw die we eroverheen hebben gedaan. Ja. Want de ergste last had ik verwacht toen ik eventjes uit de lucht was. Ja. Ja, niet helemaal, maar vorige week. Ja. Ja. Nee. Dus het ergste heb je nu achter de rug. Ja. Van de acute last. Het kan natuurlijk langdurig, maar daar hebben we al een paar keer over gehad. Maar het belangrijkste is... Ja, want ze zeggen die twee weken is, is dat het een beetje doorwerkt, toch? Dat ja. Ja, eigenlijk je eerste dagen na de bestraling, die vierde... Want ze hebben 3 weken bestraling gehad. Ja, 15 keer. Ja, 3 weken. Ja. Dus 5 dagen per week. Dus eigenlijk de week daarna is de topweek. Ja. Oftewel de diepteweek voor jou. Ja. Ja. Nou, die is nu geweest. En meestal zie je mij dan niet. Dus dan maken we er altijd de afspraak 3 weken daarna. Ja. Want dan weten we dat het weer goed is gekomen. Ja. Dat is heel asociaal eigenlijk als je erover nadenkt.
Maar goed, bij jou is dat echt heel goed gegaan. Dus het is een klein beetje ook een voorspelling van hoe zal de toekomst uitwijzen. Ja. Ja, want als je in het begin heel veel last hebt, dan... Ja, dan houden we ermee rekening dat het misschien ook wel op langdurige klachten ook weer doorvertaalt. En dat je daar ook meer kans hebt op wat bijwerkingen. Zoals? Zoals bijvoorbeeld bestralingsuitdeem, dat er wat vocht toch nog in die huidregio komt zitten. En lange termijn kan ook littekenvorming geven, dus dat ze... Ja, die inkapseling, hè? Die kapselvorming rondom je prothese, dat harder wordt. Ja. Dat het stug wordt. Dat kan ook gevoelig zijn. Ook de ribben kunnen soms, omdat ze ook wat mee in dat gebiedje zitten waar we stralen, we willen dat helemaal niet. Maar het zit er zo dichtbij dat ook wat gevoeligheid kan geven soms op termijn. Oké. Okay. Ja. En hoe komt het dan dat het vaak pas veel later komt? Dat is een goede vraag. Eigenlijk hangt dat van het weefsel af. Dus bepaalde effecten op bestraling volgen eigenlijk gewoon pas na een tijd. Omdat dat weefsel nou eenmaal die gevoeligheid pas dan krijgt. Dus de huidcellen die zijn heel gevoelig. Dus de onderste laag van de huid vervangt zich altijd. Het duurt zoiets van, het zal het zijn, 2-3 weken. En daarom is het dus ook dat je... Als je 2-3 weken verder bent, en dan is er ineens geen laagje aan de bovenkant die ontbreekt. Ja. En als je stopt met bestralen, dan kan het weer opnieuw gaan herstellen. Vandaar dat ik zeg, 3 weken na de bestraling, dan zie ik weer terug. Ja. Dan zit dat bovenste laagje er gewoon. Ja, het breekt eigenlijk maar tijdens de bestraling alleen maar af. En daarna kan het weer opbouwen. Ja. Dat is het eigenlijk. Ja. Ja. En we weten ook gewoon dat herstelt weer. Ja. Ja, als je een hele hoge dosis geeft, dan kan je het niet meer herstellen. Maar daar houden we rekening mee. Ja. Dat het zich wel kan herstellen. Dus jij weet altijd al, daarna komt het weer goed. Ja, want er zijn eigenlijk mensen die echt wonden kunnen hebben en zo door de bestraling of iets. Je kan de huid open krijgen door een bestraling, maar dat herstelt zich dan weer. Ja. Ja. Want daar houden we met die dosering en de dosis per keer ook rekening mee. Ja. Ja. Ja, ik ben er heel blij mee dat ik eigenlijk, wat ik al zeg, ik heb af en toe een beetje, ik zie nu een beetje wat stipjes, maar ja, dat is het dan ook. Dus, ja, je gaat hartstikke goed doorstaan. Ik blijf gewoon ook doorsmeren. Ik doe gewoon elke dag in ieder geval even doorspreken met die cetamacrogon. Ja, en dat is ook goed, want je stimuleert het wat. Vaak raden we aan als je wat klachten hebt lange termijn om een lymfoedematherapeut te zoeken. Of een gecombineerd fysiotherapeut. Daar hebben we ook een aantal goede in de buurt zitten. En het fijne is, daar heb je ook een goed contact mee. Dus die houden ook een beetje vinger aan de pols. En ja, wat mij betreft is dat ook fijn, want het is buiten het ziekenhuis. Ja. Dus dan heb je iemand die niet zo heel medisch aanvoelt, maar die wel even medisch kijkt. En die kan dan via een beveiligd appje met mij even snel contact leggen. Van, hey, ik voel iets, vind je dat wel? Hè? Wat denk je daarvan? Moet ik me zorgen maken? En dan ben ik er heel snel weer terug, ben je heel snel bij dat medische, maar ook weer snel weg. Ja. En dat vind ik weer fijn. En dat had ik eigenlijk jaren geleden niet zo gemakkelijk. Zonder zo'n appje en zonder een mogelijkheid. Ja. Dan zat iemand te wachten tot die 3 maandelijkse controle onder mij af te zitten. Ja, het kan allemaal veel sneller nu. Dat kan veel sneller. Ja. Want als je mijn telefoonnummer hebt, dan doe je een appje en dan zeg je, kan ik morgen of wanneer kan ik even langskomen? Ja. Of we bespreken het al en je bent eigenlijk al van je zorgen af. Ja. Ja. In plaats van te gaan wachten, nog een keer langs een huisarts, wat ook soms helemaal niet... de juiste kanaal is, maar omdat dat dan wel weer lukt. Ja. Dus dit is... Nou, mooi. Super. Ja. Ja. Wil je het nog zien? Of, Heel graag. Ja, ik begin nou wel een beetje... Ja, je ziet wel iets gebeuren. Ja. Maar ik heb er geen... Heeft last aangestaan. Duidelijk. Zo. Nee, maar dit ziet er eigenlijk heel rustig uit verder. Je ziet iets van vocht misschien, iets van... Weinig. Ik blijf er vanaf, want daar schiet je toch niks mee op, tenzij je dat zou willen. Nee, wat ik al zeg, hij is... nu valt het ook wel mee. Het kan wel iets warmer zijn. Ja. Nou, dit is voor het eerst dat ik nu een klein beetje schilvering zie. Ja, en je ziet misschien wat kleurverschil met de tepel. En dat kan ook heel vaak gebeuren. Dan zijn mensen vaak toch even bezorgd, maar mijn tepel verkleurt, wordt donkerder, lichter. En dat kan allemaal met de bestraling, hè? Ja. Dat er wat meer pigment of minder pigment komt. Ja. Ja. Ja.
En een geoefend oog die vindt het heel leuk om te zien waar heb je dan precies bestraald. Ook jaren nadien kunnen we dat vaak toch nog even conserveren op de huid. Een beetje zien, ja. Jouw kant vindt dat helemaal niet leuk natuurlijk. Er is allemaal niks aan dat je dat kan terugzien. Nou ja, weet je, als dat het wat is... Wat ik nu ook weer zie, is dat je eigenlijk gewoon niks van de bestraling terugziet, hè? Waar het... Nee. Ja, want je hebt en weinig bijwerkingen, tot niet... En je ziet die tatoeage. En je ziet er waanzinnig goed uit. Ja. Ja, bij de plastische chirurgie zeiden ze ook al van ja, vind ik echt heel goed dat je dat zo gedaan hebt. Ze zegt, kijk. Want ze zegt, ja, dat is toch hartstikke ouderwets. Ja. Waarom moet dat zo? Goed zo, dan hebben we hiermee een nieuwe trend doorbroken. Ja. En in Tilburg begreep ik dat ze het sowieso niet zo deden. Dus dan gaan we even naar op zoek hoe dat zij dat daar doen. Ja. En dan gaan we die techniek hier naartoe halen. Ja, ja. Precies. Ja, dat is toch alleen maar fijn. Kijk, als het voor beide partijen gewoon makkelijker en mooier kan. Ja, je wilt toch een beetje ontwikkelen, toch? Ja, dus, en je zal in sommige gevallen toch nog terugvallen op bepaalde techniek. Maar ik hou er wel van om te kijken individueel. Wat kunnen we bij iemand net even anders doen? Ja, precies. Want dat kan ook gewoon soms. Ja. Nou, ik ben daar heel blij mee, inderdaad. Want, zo heb je je vakantie laten schieten, hè? Ja. Om die tatoeagepuntjes. Ja, precies. Nee, ja, ik ben hier heel blij mee dat je er gewoon niks van ziet. En dat alles wat je op je lichaam tatoeëert, dat het een vrije keuze is. Precies. Dan weet je tenminste waarvoor je het deed. Ja. En de hormonen, hoe gaat daar mee? Anti-hormonen. Anti-hormonen, ja, nee, het gaat op zich wel goed. Ik heb nu wel wat minder last van mijn knieën, want ik heb daar nu weer wat anders voor gekregen. Ja, af en toe natuurlijk nog steeds die opvliegers en zo. Ja. Maar goed. Die ik de vorige keer live mocht nemen. Ja. Oh, vreselijk. Ja. Ja, maar ja, ik ga er nog maar vanuit. Je vindt het nog steeds gezellig, want je hebt daar zelfs ten huwelijk nog een keer gekregen. Ja, kun je nagaan. Of was ja, het hoor. Gewoon voor de neutrale tijden? Ja, tip van mij. Ja, nee, ik heb nergens last van. Nee, maar je merkt niet een verschil. Nou, niet benoemenswaardig. Ja, dat hebben we vorige keer over, want dan merk je dan echt niks. Nee, ja. Ja, wat ik zeg, niet benoemenswaardig. Ja, die opvliegers die gaaf, hè? Zie je. En ze zegt dat ze het warm heeft. Dus, maar nee, ik... Gelukkig maar. Nee. Wat goed is dit. Ik ben niet van hartstikke sterk doorheen. Zou toch je mindset zijn. Ja. Ja. En de steun van jou, Serge. Ja. Ja, absoluut. Ja, misschien een beetje intimiteit. Maar dat is... Ja. Ja, dat wel. Is irritant, hè? Dat ik heb daar meer last van dan René. Maar het is natuurlijk vanuit René van binnenuit, zeg maar, als dat er niet zit of plaats heeft gemaakt voor andere zorgen of dingen waar ze doorheen moet, dan kan ik me voorstellen dat niet is. Ja. Ja, en soms is het er wel en soms is het er niet. Dus dat is, ja. Dan zet je leven helemaal op zijn kop eigenlijk. Ja. En dan ook nog lichamelijk, dat het gewoon fragiel wordt onderaan. Klopt. Dat je echt... Nou, dat is als je dan wat intiem bent en het doet pijn, ja, dan is de lol er ook snel vanaf. Snel van, ja. Ja. Je wilt elkaar natuurlijk geen pijn doen daarin. En geduld is een schone zaak. En het is belangrijk, maar niet het allerbelangrijkste. Ja, maar toch, je zegt geduld is een schone zaak, maar het rare, het is ook een beetje gedrag. Dus als je dan toch in zo'n gedrag komt van dat dit een soort neutrale periode wordt, waarin je dit... Dan gaat dat stukje er ook ineens uit, zonder dat je het merkt. Zo'n soort blinde vlek dat je... Mm-hmm. Ja. Ja, precies. Maar dat doen jullie heel knap door daar wel aandacht aan te besteden. Ja. En het een plekje te geven, denk ik. We zijn weer lekker thuis. Sergio is inmiddels weer werken. En mijn moeder is even boodschapjes doen. Ik heb een beetje hoofdpijn. Dus ik dacht, ik ga gewoon even lekker rustig aan doen. Ik heb nog even de was opgevouwen en ik heb een smoothie gemaakt. Lekker met rode vruchten, rood fruit, blauwbessen en broccoli. En een beetje melk. En ik denk ik ga gewoon even lekker in bed liggen, Netflixje aan, even rustig aan. Goedemorgen! Hey. Het is vandaag weer een leuke dag, want we gaan weer kijken. Ja, dat sowieso. En we gaan weer kijken naar ons huisje. Ja. We hebben de pre-voorschouw. We hebben er super veel zin in. Er gaat ook even iemand langskomen van de keuken om even in te meten. Maar we zijn heel benieuwd hoe ver ze alweer zijn. En we hebben wel begrepen dat er elektriciëns ziek zijn. En dat ze daardoor wel iets achterlopen.
Maar ja, wij gingen deze kans natuurlijk niet ontnemen om weer even lekker door ons huisje te lopen. Nee. Ja. Willen jullie het verzetten? Nou, nee. Hallo. Het begin van de straat is al opgeleverd. Ja. Zie je dat? Hoi. Hallo. Ja, de afvoer is gefixt, schat. Ja? Ik zie het meteen. Dat zie je al gelijk. Ja. Maar dit moet een garage worden, hè, zoals je ziet. Ah ja. Denk om opstap. Dat komt nog, hè. De woning is te hoog gemaakt, zoals je ziet. Oké. We gaan boven starten. Ja. Zo, we hebben heel het huis gemeten, rondgelopen. Sta jij daar te glunderen? Ja, alles klopt. De maten kloppen. Een vierde wordt er waarschijnlijk niet. Omdat we er iets van wilden doen. En dat, daar is dan zeg maar, de ruimte niet breed genoeg voor. En qua opslagruimte hebben we het dan ook eigenlijk niet nodig. Dus dan houden we het liever gewoon open, zodat je toch gewoon de intens grote zolder nog behoudt. Het huis wordt uit de stijgers gehaald. Die van ons is nu eigenlijk uit de stijgers. En bij de buren zijn ze nu bezig. We hebben alles opgemeten, dus ik denk dat we lekker kunnen gaan opwarmen in de auto. Ja. Lijkt me een goed plan. Ja. Er zou iemand komen meten, maar dat ging niet meer lukken. Dus, ik stond in de file, andere keer. De afvoer is in ieder geval gefixt. Ja. En verder heb ik niks geks gezien. En ze moeten nog een hele hoop afmaken. Dus. En lekker Jessie ophalen en dan naar mijn moeder, die is jarig. René is nog vol in de fotografie-modus. Het cadeautje al gegeven, maar we hebben nog niet gezongen. Oh my god. En mijn mama die regelt allemaal lekker cadeautjes voor ons. Zo, lekker. Koolhydraatarm. Alles. Behalve dit. Nou, zullen we hem inzetten? Wie begint? Maar een B-flat. Ik mag drukken. Ja. Wij zijn we daar licht van. Doe een hoge A. Ja, dat is stil. Ja, maar is goed. Okay. Dat is een controle. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de gloria. In de gloria. In de gloria. Hip de piep. Hoera. Hip de piep. Hoera. Hip de piep. Hoera. Op nog heel veel jaartjes erbij. Dankjewel. Gefeliciteerd. Proost. Bluetooth proost. Dit is citroencake. Koolhydraatarm. Oh, wacht, een bakje van cakejes. Citroencake. Is lekker. Jelle. Mascarpone. Is ook lekker. En dit zijn één hapjes, hè? Kijk. Eén hapje. Sushi. Ja. Je kunt er ook twee keer over doen. Lekker. Dan is er twee hapjes, hè? Lekker. Hoezo? Hoezo? Vind je die wel lekker? Die vindt hij wel lekker. Ik heb of die spekkel die we hebben gehad van een van onze volgers. Ja. Sergio zei voor hem en voor mij, hè, van 7. Ja, dat, ik geloof het wel, want dat was koolhydraatrijk. Is die lekker? Ja. Ik wil ook wel een stukje. Of dat twee. Dat is nog heel veel, hoor. Dus, welke wil jij wel? Zo, wij zijn weer thuis. Zelfer is knock-out. Het was weer een leuke dag. Wij gaan deze vlog even afsluiten. Lijkt me goed plan. Hopelijk vond je dit weer een leuke vlog. Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Belletje aan te zetten. Wij zien weer heel graag jullie reacties. En tot de volgende vlog. I just wanna see where your love can take me.